Zo, ladies and gentlemen, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe KWO-video. Ik ben hier vandaag ergens aan de Duitse grens, maar nog wel in Nederland. En ik ben hier om een 24 uur mee te gaan vissen met niemand minder dan Bas van den Broek. Bas heeft deze fantastische winkel, de BFP Carp Store. Daarnaast heeft hij nog een aasbedrijf, BFP Baits. En hij moet hier ergens rondlopen. Dus even kijken, ja hoor, daar is hij, dames en heren. Bas, het is fantastisch, hè? Het is mei, de mooiste maand van het jaar. Maar gisteren is er iets gebeurd. Gaan we het erover hebben, Michiel? Ja, het zal moeten. We moeten het even bespreekbaar maken. Deceptie gisteravond. Ajax, mensen. Tottenham Hotspur. Ligt eruit. 2-0 voor met de rust. Eerste wedstrijd 1-0 gewonnen uit in Londen. En wat gebeurt er nog? 3 doelpunten. Dus we moeten die kater wegspoelen. Maar hoe beter kan dat dan aan de waterkant? We gaan tetteren vannacht, Michiel. Hoeveel vissen? Nee, stop. We moeten eerst vragen. Ik vraag altijd van hoe groot is de kans dat we wat gaan vangen? 100%. Kijk, dat is. Wij gaan vangen. Dit is echt de Hofman vastberadenheid. Dus jongens, we gaan nu wat shots maken in de winkel. Het is echt een mooie winkel. En die gaan we jullie niet nu laten zien. Hè. We moeten gewoon eerst die hengels in. Want als de hengels in liggen, dan is er rust. Ja, zo is het. Hengels in, vangen. En broodje shawarma bestellen, jongens. Lekker. Alright, nou we zijn dus hier bij het water aangekomen, tenminste niet bij het water. Maar kijk eens wat we hier hebben, jongens. Een echte Drentse boer met de naam Roy. Roy, wat heb ik gehoord? Jij hebt de stek voor ons alvast even voorgevist. Ja, nou. Even bezet gehouden. Ja, ik heb hem bezet gehouden. Ik heb expres niks gevangen, zodat ze alle vier die overblijft. Ja, dat is mooi. Want jij werkt ook bij Bas in de winkel, toch? Ja, ik heb een poos bij Bas in de winkel gestaan en binnenkort moet ik er weer heen. Dus, maar goed, heb je wel aas aan je her gedaan? Jazeker, zeker. Maar gewoon nog niks gevangen. Dus alle vissen liggen nog te wachten alles, op, alles op de pilaar natuurlijk. En op Bas, hè? 10 centimeter uit de kant neergelegd en alles over voor jullie. Dan gaan we de trollies vullen en dan gaan we naar de stek, jongens. Fantastisch. Zo, de trollies liggen geladen. Voerbootje mee, Bas, jongen. En de eerste YouTubers staan hier al gewoon voor de deur. Jij komt even kijken? Ja. Je komt hier bij de kinderboerderij vandaan? Ja. Ik ben de eerste ezel die er weg kwam. Maar goed, jij kent het water ook een beetje dus. Ja. Hoe groot schat jij de kans in dat wij hier een mooie meikarper gaan vangen? En wat? Een meikarper. Karpen in mei. Dus dat is geen schubkarper? Nou, 50%. 50%? Kan je dat verdubbelen? Naar 100? Ja, jongen. Tuurlijk, jongen. We hebben de BFP karpbeets erbij. Dus dat komt helemaal goed. Zo Bas, we zijn aangekomen. Arrivé dans le lac. Wat voor type water hebben we hier? Dit is een wijkenwater, dorpswater, hoe je het ook noemt. Goede 10 hectare. Leuk bestand. 2 dagen gevoerd. Wordt er een beetje gevist? Er wordt hier goed gevist. Ik zie al een tent aan de overkant, voerboot, alles. Daar staat inderdaad een tent. Ah, het is relatief rustig. Normaal gesproken met 2 dagen voorvoeren, dan gaat hij wel een paar keer aflopen, Michiel. Lekker, lekker. Want jij bent van de week al nog een keer geweest, vorige week? Vorige week nog een keer geweest, toen is hij 8 keer afgelopen. Zo, 8 vissen gevangen? 8 vissen gevangen. Kijk, keurig. Qua weer, het is nu een beetje van wat plakkerig weer zonder wind. Ja, de hele week stond de wind hier goed op. Vandaar ook voor deze stek gekozen qua voeren. En nu staat de wind de andere kant op. Is het benauwd weer. Ja. Maar we gaan nog een buitje. Ja, we gaan ons niet indekken. Hij loopt gewoon een paar keer af vannacht. Lekker. Weet je wat we gaan doen? We gaan snel eventjes de hengels prepareren en tentje opzetten, want volgens buienradar komt er zo meteen nog bezoek. Let's go. Yes. Wat voor diepte zitten we te vissen? We zitten op een meter of 3,5 te vissen, net achter de taludrand. Je loopt hier af van 2,5 uiteindelijk naar 4. Dus we vissen er net achter en de andere hengel gaat er net op. Dus daar heb je ook gevoerd? Ik heb op beide plekken gevoerd, dus zowel dieper als net op het talud. En gaan we zien, Michiel, wat hardst gaat lopen. En met 2 verschillende bollen door elkaar, zag ik al. Fish & Tutti en Sensation X door elkaar, allebei vismobollen. Werkt in het voorjaar gewoon te gek. We gaan het zien, ja, dat gaan we nog zien natuurlijk. Dat gaan we nog zien. Oké, ik ben hier natuurlijk ook gekomen om vooral ook zelf even lekker een vis te vangen. Bas heeft een strook hier voor de kant aangevoerd, een stukje hier uit de kant. Ga ik met de voerboot 2 handjes opvaren, eentje met een shot.
En de ander met een gewoon een body 20 mm. De Fish and Tutti. Als ik het goed heb gemixt met de Sweet Temptation. Van het eigen merk van Bas, BFP Baits. Dus ik voer niet te veel bij. Gewoon in allebei de bakjes een klein handje. Want we moeten eerst maar gewoon eens een vis vangen. Hoi. Hoeveel calorieën heb je zojuist besteld? Een dunner voor jou. Ja, en een pizza voor mij. Dus... Moet je erom of komen ze brengen aan de waterkant? Ik moet die calorieën afhalen, dus ik ga halen met Michiel. Nou, rennen dan. Rennen. Go. Zo, het is inmiddels weer droog. Net toen onze maat eten was halen, regent als brandweer. Ben je nat geregend? Valt mee, ik heb door de regendrups doorgerend. Oké, wat hebben we voor lekkers? Oh, pizzaatje, zwaarmaatje jongens. Dus de vis moet nog even wachten, een minuutje of 10, en dan mag de eerste komen. Zo is het. Op schaal van 1 tot 10, hoe beoordelen we deze pizza? 7. Oei. Hij kan beter. Nou. Maar het veel te maag. Gebruik de feedback button van thuisbezorgd.nl. Alright Bas, nou, het eten zit in onze maagjes. We kunnen weer denk 3 dagen tegenaan zonder ook maar iets anders te eten. Een flinke hap. Maar we zitten nu heerlijk te vissen. Ik zit natuurlijk sowieso vrij vaak aan de waterkant, maar jij als ondernemer misschien toch even wat minder dan de gemiddelde visser. Ja, de laatste jaren is het inderdaad flink afgenomen. Nu vis ik 1, heel misschien 2 nachten in de week. Klinkt heel ruim, maar het zijn hele korte nachtjes. Veel werken en dan s'avonds tegen 9 uur nog naar de waterkant. 'S Ochtends in de winkel. Opfrissen en weer aan het werk. Ja, want vertel eens even, hoe lang ben je nu met die winkel bezig en hoe lang ben je met Aas bezig? BFP Baits bestaat, ik geloof, een goede 12, 13 jaar al. Ik heb het nu 4 jaar geleden overgenomen. Ja. En de winkel is eigenlijk daaruit voortgekomen, die ben ik gewoon erbij begonnen. En de winkel heb ik nu 3 jaar, dus het Aas 4 jaar en de winkel 3 jaar. Oké, okay, maar dat is best netjes, want de winkel is 600 vierkante meter? Ja, dat klopt. De eerste 2 jaar was de winkel 70 vierkante meter, misschien 80. Kleine winkel dus, klein begin hè, jong ondernemer. Ja, heel slim, heel slim. En inmiddels staat er bijna 500 vierkante meter. Dus, zo! Lekker uit. Ja, en is het dan Duitsland of is het misschien Nederland? Misschien van beide. Ja, want je hebt van allebei de kant klanten. Ja, we hebben echt veel Duitse klanten. We hebben ook jongens over de grens die, die ons helpen promoten, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Dus van beide ontzettend veel. Leuk, leuk, leuk. Ja? Nou, we gaan eerst maar eens een vis vangen. En dan gaan we straks nog wel eens wat dieper in op wat je allemaal in de winkel hebt staan en wat zit. Wat je eigenlijk allemaal bezighoudt, hè? Yes, gaan we doen. Ja, dit is geen enkele twijfel, jongens. Holla die! Dit zijn runs, zo wil je ze. Oh, zonder twijfel. En op de hengel met de boilie van Bas. Ja, je gelooft het toch niet? Dan zal hij er wel zo afschieten, denk ik. Ja. Binnenhalen, Piel. Yes. Eens even kijken. Deze vis. Die zou ik in mijn vijver kunnen doen, hè? Woe! Bas, jij doet ook met wat feeder aas, hè? Dat heb ik inderdaad. Misschien kunnen we dat voor beter gebruiken hier, hè? Of heb je dat stiekem uit de winkel meegenomen? Ik had wel wat zakjes even apart genomen. Dit is achter in de bus. Daar komt ie, daar komt ie! Joehoehoe! Mijn eerste Nederlands-Duitse grenskarper. Fantastisch. Nou, was mede dankzij jouw goede voorbereidingen. De eerste vis van de voerstek. Een uitzetspiegeltje van ik denk kilo of... ik denk nu kilo 4. Maar wel eentje met potentie. Super mooi gebouwd. Mooie kleine schupjes erop. Als dit soort vissen doorgroeien naar 20 kilo, dan ga ik zeker vaker in deze regio komen. Dan kom ik niet alleen naar je winkel, maar kom ik ook telkens even een nachtje meevissen. Dus ik zou zeggen, we gaan een vis terugzetten en dan gaan we snel de hengel neerleggen, ons bed in. En dan zien we jullie vannacht vast nog wel een keer, jongens. Zo, meneer Van den Broek. Goedendag, Pilar. Ja, loopt weer af. Heerlijk. Aan bij 2. Het is 2:30 geweest. Meen je? Yep. Dan werd het ook tijd. Dan werd het zeker tijd. Maar goed, daar ging net volgens door de slip, hè? Dit is geen uitzetten, denk ik. Kijk, dat is mooi, want we zijn op jacht naar een vis van het oude bestand. Klopt. Ik dacht, vet cool, doe even het lood rustig uit. Ja, dat zag er heel goed uit. Echte vakman. Soepeltjes hoor.
En dat in de eerste keer. Ja, goede schrup in net, Michiel. Mooi, mooi. Oké, Bas. Dit is hem, de strijder. Ja, wat zou die wegen? Pontje of 23, denk ik. Ja, toch lekker zo. Diep in de nacht inmiddels. Mooie vis, prima gewicht, maar hij gaat snel terug. Ja, we moeten er nog een bijvangen natuurlijk, hè? We gaan op naar nummer 3. Alright. Zetten we gauw terug, dan gaan we ons bed weer en begint weer hard te regenen. 1, 2. Yes, get in. Wat een cheeky day. Maar wel voor de toekomst, Bas, is dit wel, wordt dit wel een watertje, denk ik. We gaan hem snel terugzetten. En dan duiken we nog eventjes in onze slaapzak. Ah, mooi. Tot over 5 jaar, Vissie. Pilar! Ja, dat was een lekker nachtje, hè? Zo. Ik dacht dat we wel meer zouden gaan vangen, Bas. Hoe kan dat? Ik had iets meer verwacht, inderdaad. Een visje of 5 zouden we gisteravond moeten kunnen. Nou goed, jongens, opruimen en dan... tenminste opruimen. We gaan eerst even wakker worden. Dus we laten Nederlands nog een uurtje liggen. Kan nog altijd gebeuren. Hè? Op het eind komt het meestal goed. Maar dit keer... Oké, Bas, het is 10 uur. Het is 10 uur. De winkel moet open. Er moet gewerkt worden. Het begint fris te worden. Dus 3 vissen geland. Maar we tunen in de winkel zo weer in. Daarom, jongens. Tot zo. Alright, nou we zijn terug in de shop en het is een beetje een regenachtig dagje. Dus op zich zou je denken, de vissers moeten toch wel gaan vissen. En als ze vandaag in de shop komen, dan ben jij hier de hele dag druk of zeg je nou, ik zit een beetje achter de balie een beetje te internetten? Nee, daar hebben we helaas geen tijd voor. Wat staat er op het programma? Veel werk. We zijn bezig met een nieuwe webshop. Dus ja? Als we tussendoor even geen klanten hebben, dan is het meteen aan een nieuwe webshop werken. Waarom een nieuwe webshop? Naar mijn mening is de huidige webshop gedateerd. Ja. We krijgen een nieuwe webshop waarin de voorraad helemaal gelijk ligt tussen winkel en online. Oké, dus nooit meer misgrijpen. Dat is het idee. Nooit meer mis. Bestelt iemand online een pakje korrehaken, dan is het ook daadwerkelijk op voorraad. Ja. En andersom, koopt iemand in de winkel hier een pakje korrehaken, dan komt hij direct in de webshop op min 1 te staan. Ja, oké. Dus zeg maar, als je straks op bfpbaits.nl, want daar zit alles onder, hè, de webshop en het aas. Ja, bfpbeets.com. .com, sorry, excuses dames en heren. Dan kunnen mensen daar zeg maar terecht voor hun orders. Ja. Nou goed Bas, je doet het niet alleen. Ik zag hier net nog een rakker rondlopen. Ik heb een paar dagen in de week heb ik Jeroen staan. Ja. Dus we zijn aan het uitbreiden, we hebben nog wat jonge werkkrachten. En Jeroen staat hier inmiddels part-time bij ons. Dus eigenlijk zijn we met een man op 3-4... De tent aan het runnen. De tent aan het runnen. Maar dus... vandaag is het mengdag, want... Ik zag hier nog wel een stelling staan waarvan ik dacht, method-based, wat is het? Ja, heel veel mensen weten het niet. We zijn naar de buitenwereld ook een beetje voorzichtig ermee. Maar method-based is ook een merk van ons. Ja. En daar zijn we ongeveer 2 maanden mee op de markt. Via een verdelers? Ja. Dus via een dealernetwerk? Ja, er is een groothandel van ons die verdeelt dat. Lion Sports is dat. Ja. En in 2 maanden tijd zitten we al op bijna 50 winkels. Ja, en even in het kort, wat is het? Want mensen denken, method baits is het, dat is niet voor karpers van 30 kilo, zou je denken. Method baits is voor de method vierde visserij, kleine karpertjes, sealed, de grove witvisserij, zullen we maar zeggen. Dus mini-bodies, pellets, noem maar op. En daar zijn gewoon heel veel vissers in. Dus we zijn erop ingesprongen. We hebben natuurlijk BFP baits als huismerk. Ja. Method Baits is eruit voortgekomen en wat ik net zei, het is net op de markt. En gaat raket. We hebben bijna 50 winkels en dat is een hoop bevoorraad werk. Dus Jeroen is inderdaad bezig potjes aan het vullen, flesjes aan het vullen. Ja. Oké, dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar zeg maar, daarnaast wel net over BFP Baits, dat is natuurlijk je andere merk waar je echt heel veel passie en liefde voor hebt. Staat daar nog mooie nieuwe dingen op het programma? Ja, dat is eigenlijk onze hoofdmode, dus BFP Baits en de winkel. En we hebben net bij Karp Zwolle een nieuwe body gelanceerd. Ja, ik heb er van gesmikkeld en het is sowieso weer wat anders dan de rest. Ja, het is een tijgenootbolly genaamd Sconuts. Hoge dosering tijgenootmeel en ja. Tijgenoot crush, zit ook echt stukjes in. De achterliggende gedachte is dat op heel veel betaalwater mag het niet. Tijgenoten mogen niet, tijgenootbolly natuurlijk wel. Kook hoeft niet meer, week hoeft niet meer. Het is gewoon een bolly met een hoge dosering tijgenootmeel. Ja, dat is echt totaal wat anders dan de rest. En je vertelde dat dus die bol op Zwolle ook uitverkocht was, de best verkopende bolly. Op Zwolle was die volledig uitverkocht. We zijn nog teruggereden voor nieuwe voorraad, wederom uitverkocht. Ja, en, dus zeg maar dat geeft ook wel veel vertrouwen. Dat dus vanuit de markt is er gewoon volgas vertrouwen. Ja, dat is gaaf. En ik ben natuurlijk een jong ondernemer, om het zo maar te zeggen. Dus als dingen lukken die we zelf op poten zetten. Dat is extra leuk. Dus of het nou een bolly is of nu method baits.
Het geeft je extra drang of motivatie om... om niet te gaan Netflixen s'avonds. Niet te gaan Netflixen. Van, ja, heel veel mensen die willen iets, maar dan is dat de vraag van wil je het graag genoeg? Ben je er bereid voor om andere dingen op te geven? En ik denk als ik jou nu zo mee heb gemaakt, je eigen visserij voor dit jaar? Ja, er wordt weinig gevist, hard gewerkt. Misschien dat er over een paar weken een trip naar Frankrijk op de planning staat. Hopen dat het mag door kan gaan. Maar tot die tijd is het bikkelen hier. Oké, jongens. Want zo blijkt maar weer. Wil je iets succesvol doen, dan gaat eigenlijk het altijd gepaard met hard werken, veel passie en vooral slim zijn. Kansen zien en ik denk dat je dat zowel met de winkelhero op de grens met Duitsland, met veel vissers die zowel vanuit Duitsland hier naartoe komen als vanuit de omgeving. En met het Aas, met het Beest en met het BVP-Beest dat je... Ja, gewoon hele mooie merken hebt eigenlijk in de winkel. Naar de overige merken, al het belangrijke wat de karpenvisser heden ten dagen nodig heeft, dat heb je aanwezig. Je hebt niet bijvoorbeeld 20 meter kordawand, nee. Maar je hebt wel de dingen die jij als karpenvisser zelf vindt dat je nodig hebt, dat heb je in de winkel. Ja, klopt. Kunnen we kort en ook eerlijk over zijn. Ik ben nog maar 3 jaar bezig, dus we hebben van elk merk echt de key items, dus gewoon de hardlopers van elk merk hebben we hangen. Ja. Dus voor korden hebben we gewoon 2 meter in de beste producten hangen. En nog niet 8 meter, maar we zijn aan het uitbreiden, dus compleet assortiment hebben we in ieder geval. Klopt, en als mensen hier nou komen, met wat voor gevoel stappen ze dan weer buiten? Klinkt misschien een beetje vreemd vanuit sales opzicht, maar we willen elke klant gewoon tevreden hebben. Met een kleine portemonnee of met een grote portemonnee. We willen eerlijk advies geven. Dus kom je voor een heel pakket van Ronnie Rigs bijvoorbeeld, en we zien dat je dat nog niet helemaal bemachtigd bent. Dan denken we van, nou, misschien kan je even met de shot aan de slag. Ga je met een kleine budget de deur uit. Maar op die manier, ben je tevreden, kom je terug. Bak koffie kun je bij ons altijd pakken. Dus eigenlijk eerlijk advies. Ja, gewoon zeg maar de klant verder helpen in de visserij. Wat daardoor weer gewaardeerd wordt. En dat je een klantenbinding met elkaar opbouwt. Klantenbinding. Ik heb zelf een bak aan ervaring in Nederland, in Frankrijk veel gevist. Dat wil je gewoon delen. Je wilt mensen op weg helpen. Ja. We helpen ook veel klanten mee. Op weg in openbaar Frankrijk om te vissen. Okay, leuk. Dus het is niet alleen verkopen, we willen gewoon iets creëren, elkaar helpen. Ja, gewoon een goede bus rondom BVP Base en BVP Karpstore. Zeg je perfect, Michiel. Oké, nou dan zou ik zeggen, succes met alles wat je dit jaar gaat doen. Ja, het zullen veel verschillende dingen zijn en hopelijk komt er ook een beetje vissen in voor. Ja. Jullie in ieder geval bedankt voor het kijken en ja, het is niet om de hoek bij veel mensen, maar mocht je nou richting Emmer Kompaskum gaan, perfect. Dan moet je zeker even de BVP Karpstore bezoeken. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.